Wat de heck is dit dan? Yo, dit ding is echt overpowered. Hi, yo, mensen, ik ben de keer. Vandaag zijn we terug met een nieuwe GTA 5 Free Roam. En ik ben hier met je boy Hybrid. Hybrid, gaat het ermee, jongen? Heb je nog wat leuks meegemaakt? Bam! Goh, nou, ik heb de ramen gekuist. Hij heeft de ramen gekuist, dat betekent de ramen lappen. Nou, kijk eens aan. We kunnen alweer stoppen. Het is gewoon weer helemaal bingo bingo. Ik heb een nieuwe headset op. Ik heb nu de Turtle Beat Stealth Pro. Die heb ik gekregen van ze, dus thanks ervoor. En ik ga ze eens even testen. En ik ga jullie laten weten of het een beetje een fijne headset is. Ik ben benieuwd. Ik moet heel eerlijk zeggen, hij zit lekker. Nou nog mee kijken hoe die natuurlijk helemaal is, hè. Maar dat gaat wel goed komen. Let's go, Hybrid. Doe het duimpje trouwens even allemaal omhoog, als je dat nog niet hebt gedaan. Hey, thanks ervoor. Heb je duimpje omhoog gedaan? Ah ja, top. Dankjewel, jongens. Super, super duper. Hup, let's klauter klim. Waar zit jij, Hybrid? We doen natuurlijk free roam. We weten niet wat we gaan meemaken. We gaan maar gewoon wat doen. Het is altijd wel chaos in de GTA-wereld. Dus Hybrid, where are you at, my friend? Ik zit op het vliegveld bij mijn hangar. Aha. Op jouw vliegveld? Maar is dat bij de legerbasis of? Nee, bij het vliegveld gewoon. Oké, ik kom naar je toe. Want ik heb hier een... Kun jij een Krieger? Heb je een Krieger of een T20? Wacht. Ik dacht ik kom even met een vliegtuig of zo. Ja, ik wil eigenlijk even een test doen. Want we hebben natuurlijk een poosje terug een nieuwe auto in de game gehad. En dat ding voelt zo gigantisch snel met optrekken. Dat gaat helemaal nergens over. Welk ding? Jij lampionnen. Oh, oh, oh. Kaassaus, fondue set, prei, bier, lachen. Oké, remmen. Kan ik hier onderdoor rijden? Nee. Maar ik kan hem wel mooi openen met een crashje. Zo. Hij remt ook nog. Oké, waar ben jij? Op de vliegveld. Zit jij in die helikopter? Yes. Oké. Als jij een auto kan bestellen... Ik ben... Oh! Oh! Oké, niks te doen. Een auto. Ja, gewoon een T20 of zo. Nee, een Krieger. Een Krieger, au. Nee, wacht, hè. Ja, ik weet niet of ik... Auto. Ik heb de Krieger niet eens, denk ik. Wat, je hebt geen Krieger? Ik heb de T20, maar de Krieger... Nou, nee, doe de T20 maar. T20 is relatief gelijk aan het Krieger. Krieger is iets beter. Ja. Het gaat even om te kijken hoe snel trekt deze knijterdikke jongen elektrische superauto op. Ja, hij is elektrisch. Oké, jongens, sorry, het spijt me. Kun je mijn vliegtuig opblazen? Want ik ben te close to my personal vehicle. Schiet maar op die kristieke bom. Nee. Want ik sta met mijn muis op de T20. Aha. Hai. Thanks. Oké. Moet ik jij ergens brengen? Ik kan je waarschijnlijk wel. Ik denk niet dat hij hier gaat spawnen. Oh, hij spant achterin. Waar? Bij mijn hangar. Ja, waar is dat? Links? Rechts? Ja, wacht hè. Hier, oh. Waar is hier? Zie je de waypoint niet op de map? Nee, ik zie de waypoint niet. Wat? Wat zit daar? Links. Helemaal links. Helemaal links. Ja, hier links. Nee, je gaat te ver, je gaat erachter. Ja, dit is links. Oké, nu nog eens links. Ja, maar dat is politie, hè? En hier is mijn auto. Oh ja, oké. Oh! Oh, mijn deur eraf! Ai. Ik stap uit, jij stopt, ik stap uit van mijn auto. Dat... Sorry, het spijt me. Oké, ik sta klaar. Oké, wacht. Als jij naast mij zit... Ik ga even politie wegbellen. Ja, die heb ik achter me aan. Ik heb ook politie omdat ik bij in de auto zat. Ah, dat is waar, ja. Pas op. Oké, naast mij staan. Remove wanted level, ja. Ja, dan kom dan alsjeblieft, dames. Dit is de test, Oké, nou, misschien moeten we gewoon op de weg staan, dat we ook de lange routes kunnen testen. Ja, dat is misschien wel waar. You have a point. Wat? Dan moet ik wel even vluchten ook voor de politie of Lester bellen. Ja, bel maar even Lester. Ja, ik bel ook Lester, weet je wel, gewoon voor... We hebben de tijd, het is een free run. Lekker even Lester bellen. Maar wat heb jij voor auto? Dit is een nieuwe Ocelot. En dat ding, dat is... Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is een nieuwe Ocelot, oké. Ja, dat is echt snel. Ik heb geen politie achter me aan. Nice. Nou, oké, follow me. Ik rij gewoon rustig weg. Ik ga niet kaart optrekken. Hey, meneer de agent. Ik ben het niet hoor. Ik heb niks gedaan. Oké. Dit ding, naar mijn mening, trekt deze zo snel op. Dit gaat helemaal nergens over. Het is zeg maar als je een Breezer ananas hebt. Zo snel. Oké, laten we hier gaan staan.
Oké, jij aan die kant, ik aan deze kant. Oh. Ik aan deze kant, jij aan die kant. Zo, pak even een streepje van die tegel hier. Wat? En dan zet je de voorwielen op. Oh ja. Zo. Ik ga een granaat gooien zo meteen. Als die ontploft, gaan we gas geven, ja? Yes. Oké, dit is de test. Der testen, dames en heren. Is de nieuwe Oostlot snel? Ik gooi nu. Als die ontploft, gaan we rijden. Niet doen, niet doen! Oké. Holy shit, jongen! Oké, maar blijf gas geven, hoor. Want ik denk dat jij nu terugkomt. Niet over het gras gaan, gewoon over de weg. Ja, ja, ja. Ik kan nu niet veel harder meer voor mijn gevoel. Ik hou jou ook niet. Ik haal jou ook niet in, hoor. Ah! Damn, dat ding ga ik ook wel kopen dan, hoor. Dat is snel. Dat ding is snel, maar die krieger is ook snel. Dus ik ben wel benieuwd hoe die naast de krieger is. Oké, nog één keer? Ja. Tel jij maar af. Ja, granaat of wat? Nee, tel maar gewoon af. Op één rijden? Ja, is goed. 3, 2, 1. Ja, ja. Dit ding is snel, hoor, joh. T20 megamak in. Nou, laten we nu even die ene kerel hier opblazen. Dat vindt hij leuk. Oh. Oké. Okay. Kijk, waar is die? Hij is weg. Hij staat hier. Ik rijd tegen hem aan. Zo! Het is ook gewoon een superschans, dit ding, joh. Ja. Maak kapot, jongen. Maak kapot. Oh, joh. Hey joh! Oh, sorry. Oh. Hey joh, niet op mij! Oh, sorry! Oh! Al die teerkers, dan gaat hij er dood. Oh nee! Yo, dit ding gaat zo snel! Zo! Dit is echt niet normaal, hoor. Wil je er eens een keer in rijden? Ja, eigenlijk wel. Oké. Zo, die auto van hem is helemaal... Oh! Hé, hey, je hebt hem gedood. Oké, jij mag rijden, kom maar. Ik ga naast je zitten. Wat de hek? Je drukt mij ook gewoon weg. Ja, ik ben sterk. Zo, hi. Hé, hey, ik heb politie. Ja, dat heb ik ook. Dus dat scheelt. Hoe vind je hem? Ah, fijn, hè? Hij is een leuke auto. Is dit. Ja, hij is elektrisch. Ik ben helemaal om. Elektrisch is de shit. Laten we de stad in gaan. Wacht even, hoe heette die guy nou die er net? Streams? Rick. Nee, een andere guy. Nou, ik hoorde iets, maar dat was het dus niet. Oké, we gaan de stad in. We gaan eens even mensen... Weer een Belg. Oh, Rick zegt weer een Belg. Oké, nou ja, succes. Rijd de stad in, zou ik zeggen. Oké, geen waypoint. Ja, ik zal je even helpen met een waypointje. Eens even kijken, hoor. Ik zie een bounty, die kunnen we hunten. Een paar. Oké. Die kunnen wij wel hunten, denk ik. Ik moet eigenlijk alleen even ammunition kopen. Ik denk ook wel. Kunnen we online doen? Ik heb één proximity mine. We kunnen dit. Ik heb ook maar één proximity mine. We pakken de baas. We spelen de game zoals het hoort, ja? We gaan de game spelen zoals het hoort. Oké. Dit, zo hoort het niet. Je hoort geen schade te rijden. Oké, je moet netjes inhalen. Kniplicht aan. Linksspiegel, buitenspiegel, rechtsschouder. Ja, dit gaat goed. Ja, hier hadden we linksaf via de stoeprand. Ja, via een paal. Heel goed. Nee, niet hier. Ja. Ik heb niks geraakt. Op mijn beeld raakt die lantaarnpaal. Wacht, op mijn beeld reken smoet tussendoor. Oké, nou, dan heb je het ineens. Oh, hier rechts zit hij. Rechts zit hij. Hier zo meteen rechts. Oh, ja, ja. Ja, we can do it. Hij zit ook bij de kunststoor. Oké, die komt perfect uit. Oh, nee, de autowinkel. Oké, wacht. Stop. Joep. Ja, ik zit even te kijken. Hij staat voor de deur. Parkeer even voor de deur. Nee, de goede deur. Oh, wacht. Hier, dit is de auto. Oké, go. Weg. Andere kant op. Hi, Brett! Ja, waar? Niet rijden, nee! Oh, oké, stop. Nu is de auto opgeblazen! Ja, joh. Ja. Hoezo kan ik die geactiveerd hebben? Ja, omdat jij er langs ging rijden. Hoezo ver? Oké, pak je... jij hebt ook een sticky bom. Gooi naar die deur. Oké. Nee, die vrouw... Sticky bomb. Proximity mine. Ja, jongen! Go! Ik gooi wel 1500 granaten. Pas op! Niet hier! Daar staan bommen! Ah, erop af.
Go, 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 jongen. Hij pakt de bezoek aan. Wegwezen. Te laat. Ja, zelfs een laat. Gooi granaten. Schiet hem neer. Nee. Dat, ik wil met een granaat killen. Dat is cool. Stijlvol. Stijlvol. Ja. Nou, go. Kill hem. Pas op. Pas op. Ik leef nog. Hoezo leven we? I don't know. Ik weet niet. Onze auto is superieur geworden of zo. Kut. Nou, de rijskills heb je wel, hoor. Ja, maar hoezo kwam ik hier nu weer terecht? Ja, oh, hier, links zit hij. Links. Ja, ja. Kom, go for it. Waar is die? Daar, daar, daar. Ja, ja, go, go, go. Oh. Niet hier stilstaan. Ik gooi granaten naar hem toe. Oh, ik ga wel schieten, want dit wordt ook niks. Echt. Jongen, 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 hoe rij jij? Oké, wacht. Ja. Ja, ik zit al 2 uur te wachten. Ja, let's go, let's go, let's go. Ah! Wat ben je nou aan het doen? Ik kan toch zo niks raken? Hoezo niet? Ja, omdat je de hele tijd hobbelt. He, he. Dit duurde 5 jaar. Nou, laten we snel weggaan hier, want die jongen is niet blij met ons. Oh my. Ah, nou, dat ging soepel. Ja, dat heeft onze auto... Ik vond dat het ook wel soepel ging. Ja, het is echt een maar goede auto. Maar hoezo heeft die 2 raketten doorstaan, die auto? Ah, gewoon een goede auto, hè. Ik bedoel, ik ben gewoon professional, want dat blijkt nou wel weer. We en het mooie is, nou. Ik heb een draadloze headset, dus ik kan nu ook gewoon weglopen. Hij wordt succes, hè! Oh, joh! Jij klinkt ver. Ja, ik was ook echt heel ver weg. Ik was echt in de tuin, hè, man. Zo. Even de tuin geharkt en zo. Meen je niet? Ja, nee, meen ik ook niet eigenlijk. Oké, waar gaan we nu heen? Even kijken, volgende. We hadden nog een bounty. Echt? 2 zelfs. Ja, oh, we worden hier rich boys. Ja, wij zijn bounty hunters vandaag, hoor. Oké. Wij maken ze helemaal kapot gewoon. Oké. Skirt. Ja, mooi bochtwerk. Dankjewel. Nog steeds mooi bochtwerk. Ja, heel mooi ingestuurd gewoon. Die, ja. Die inzicht heb jij. Ja, hè? Ja, ja. Oh, supergoede inzicht. Ja, 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 ja. Pas op voor die vrouw. Pas nou op, man. Wat is dit? Dat is een auto. Pas nou op, die auto heeft niks gedaan, man. Geef jou alsjeblieft nooit een snelle auto, want het wordt helemaal niks. Je had hier eens gemoeten, maar goed, hè. Dat... Wat doe je nou? Oké, nieuwe route. Oh, de politie! Ja, nee, wat de politie. Ja, je... Gaat soepel. Ja, ja. Mooi bochtwerk. Oké, ik ga ondertussen even mijn... Ik heb mijn Uzi uit het raam, hoor. Bang, bang. Ja, ik heb een dikke... Dit is topspul. Oh, jij schiet ook gewoon op alles en iedereen. Ja, nou ja, hij moet wel weten dat wij eraan komen om die bounty te hunten. Want wij zijn bounty hunters. Ja, ja. Oh! Oh! Eigenlijk moeten we het met een revolver doen. Wacht even, ik ga even een revolver pakken. Ja, ik ga een revolver pakken. Oké, ik heb een Navy revolver. Ik heb hem. Hij schiet mij! Hoep! Wat heeft jou gestopt? Ja, serieus. Wat? Het is toch onbegrijpelijk dit? Nou... Dan ga ik maar hier staan, doe ik alsof ik heel cool ben. Au! Yo, stap je in? Ja, kom eraan. Oh, man, man, man. Oh. Ik kom eraan, kom eraan. En... Oh, je rijdt weg. Je rijdt weg. Ga maar. Ja, ik stap in. Stop hey, waarom ga ik... Hey, loop naar... Waarom word ik doodgeschoten? Ik word doodgeschoten. Hij ging naar de politieauto om in te stappen, serieus. Oké, waar ben je? Ah, ik ben hier. Wordt er een andere vent in elkaar gereden? Yo. Ja. Oh, hey. Yo. Yo. 5 sterren. Hoezo lekker band? Ja, precies. Wow, wow. Heb je geen bulletproof tires? Ja, dat lijkt mij niet dan, nee. Je hebt gewoon hem niet custom, of wat? Ja, ik heb hem. Dit is nog gewoon standaard. Hij is niet zo snel nu. Oh. Hij is custom. Maar we moeten eventjes de banden repareren, denk ik. Want... Ja, lekker. Zet even een waypoint naar de Los Angeles. Rechtdoor. Oh ja, ik weet wel waar het is. Ja, maar ik denk niet dat we het zo gaan redden trouwens. We moeten eerst politie kwijtraken. Ja, hey, ja, of bel Lester. Ja, dan moet ik Lester weer bellen. Dat is zielig toch? Ja, nee, denk kom nou... op. Ja, ik ga echt niet Lester bellen. Dat hier staat superveel popel, broer. Wow! Rijd nou, jongen. Ja, maar met die lekke banden. Ja, je moet ook niet met lekke banden rijden, Ivan. Hoe vaak kan ik er ook niks aan doen. Ik kan Lester niet bellen, hij neemt niet op. Wat? Ja, dat is echt waar. Alle banden zijn... 1 band is niet lekker. Nee, 2 banden zijn niet lekker.
Ik bel hem weer. Ah, hij neemt niet op. Ik geloof er niks van. Ja, dat is serieus waar. Ik meen het. Bel jij hem bellen? Dan? Ja. Van mij nam die twee keer niet op al. Oh, oh. Krijg even een zetje in de goede richting. Ik ga denk even bukken ook. Oké. Okay. Oh, de deur ligt eruit. Ik weet niet of bukken heel veel nut heeft. Ik kan beter niet bukken, denk ik. Hé, Lester neemt inderdaad niet op. What the fuck? Ja, waarschijnlijk omdat we 5 sterren hebben. Dat Lester denkt van ja, daar heb ik geen zin in. Hé, wat moet ik nu doen? Alles maar overleven. Alles maar overleven. Maar ik raak niet eens verder. Ja, er zijn 3 banden rustig kapot. Rijden. Kut politie. Oké, we gaan hier naar beneden. Is die gunbanden ook wel lek? Ja, we moeten hier naar beneden en dan daar naar binnen die tunnel in, hè? I know, broer. Daar. I know, broer. Oké, gaat goed. Dit gaat heel goed. Die helikopter klapt het gebouw in, dus dat is nice. Yo, wij zijn professionals. Wij kennen deze game met ons ogen. Oh. Laat maar zitten. We zijn geen professionals qua landen in auto's. Ja, lekker dat is met die lekkere banden. Ja. Nou, tunneltje in. Wegwezen. Yeah! Niets houdt ons meer tegen. Oh. Behalve hybridse bochtwerk dan. Dat ja, wat zijn die lekkere panden, zeg ik toch? Nou, we gaan wel snel. De vaart zit erin. Een metro rijdt ook op ijzeren banden. Maar hier zijn geen rails. Nee. Oh, dit is riolering. Nee, dit is nog in aanbouw. Oh. Ja. Nee, dat gaat soepel. Oh yeah! Grind. Heel mooi bochtwerk. We zijn de politie wel kwijt zometeen. Jazeker. Oh, pas op dat ze niet hier door het rooster zien. Nee. Want ze zitten allemaal nog toevallig boven ons. Toevallig, en ze weten ook waar. Perfect. Ja. Wat? Waarom gaan we hier uitstappen? Ik stap uit, ik word eruit gekikt. Ja, waarom word je eruit gekikt? Dit is weer verschrikkelijk. Je kikt me from the voertuig. Nee! Your personal is destroyed, wat? Wat? Waarom is dit gedestroyed? Hé, meneer. Leuk dat u stopt. Hé, hey, we hebben een lift, ouwe. Is hij nu echt gewoon hier expres gestopt? Wat? Ja, we moeten alleen onze auto even uit de weg zetten. Nou, ja, de auto, hij is kapot. Hij is nu kapot. Meen je niet? Ja, dat meen ik echt. We hebben echt een groot probleem. Wacht. Ik heb een idee. Oh. Oké. Okay. Die man mag niet dood in dat ding. Wat? Shit, verkeerde gun. Laat maar. Deze moest ik hebben. Kun je er al bovenop klimmen? Ik kan hier toch niet... Wacht. Ja, misschien via de auto. Maar dan moet hij dichterbij komen. Oké. Ik zet de auto even dichterbij. Nice. Oh my! Perfect. Ja, kunnen ik hou niet tegen. Zo? Ja, nee, we moeten de deur openen, maar kan niet. Dan moet je hem neerknallen, maar dan gaat hij niet rijden. Ah. Dus we moeten even kijken. Via dit hekje, als die hier langs rijdt, kunnen we dan instappen? Nee! Kut. Au! Ah, jongen, nee, meneer, wacht! Ja, dan wordt het lopen. Meneer, wacht op ons! Ah, dat meen je niet, joh. Hey. Ai, ik ren echt hard, hoor. Ja, we hebben geen geluk, hybrid. Nee, inderdaad. Wacht, ik geef je even een zetje. Ah! Hey, ik heb politie. Ja, het is hier wel leuk. Thanks. Yo. Ja, dit is wel heel mooi hier. Ja, dat meen je niet. Dan sta ik weer in een metro. Dit is nou het laatste wat ik wilde vandaag, hè. Ik denk, ik wil niet in een metro gaan lopen. Dit is gewoon iets wat ik gewoon helemaal niet leuk vind in een metro lopen. Dan heb ik Wat? Ik keek achter me en er glitchte gewoon echt een metro voor jou supersnel en die glitchte weg. Oh? Echt bizar. Misschien was dat een supermetro. Ik weet het niet. Die ons gaat redden. Ja, ik weet niet hoe lang dit nog gaat duren, maar het zal niet heel ver zijn. Ik hoop het. Nee, ik heb wel een goed vermoeden. Hoe kun jij zo hard rennen? Ik ben snelle boy Batty. Jij bent snelle boy Batty? Ja, jij bent wel traag. Je hebt wel een pens bij je, denk ik. Ja, ik ben low stamina boy 69 vapor. Low stamina boy. Low stamina boy vapor. Hé, de telefoon. Ik zie je gewoon niet meer, hè. Zo traag ben jij. Ja, mijn stamina is op. Maar ik ben ook helemaal gewond. Dat is het probleem, denk ik. Ik ben baten. Ik moet even eten. Ik ben echt gesloopt.
Hoezo gaat mijn helft er niet meer bij? Ik ben buiten. Normaal hiel je altijd vanzelf, toch? Ben ik nou gek? Ja. Nou, ik ga lekker een PQ eten. Ja. Kijk, ja, ik hiel ook niet meer. Ik zit nog steeds in een rood balkje. Ja, dus er is iets anders dan normaal. Maar ik ga lekker cola drinken. Wat heb ik hier? Een meteoriet. Ik ga een meteoriet opeten. Ik hiel gewoon niet meer. Pies en wat koes. Is dit? Ik hiel gewoon niks. Maar ook niet als je eet. Nee, echt niks. Even... Ja, halverwege, maar dan stopt het. Even er een eind aan maken dan. Ja, maar dan is er is iets aparts gebeurd gewoon. Want ik heb snacks gegeten en ik ben helemaal geheeld. Ik hiel maar halverwege. Oké, ik ga het nog één keer proberen. Wat? Inventory. Hier, snacks. Oh jawel, ik hiel wel helemaal. Oké. Duurde gewoon lang. Moest even tegen de muur aan staan. Ik weet het, ik ken het, ik ken het. Nou, waar ben jij? Want nu kan ik weer lekker doorlopen. Ik ben buiten. Jij bent al helemaal achter in die tunnel. Ik ben helemaal buiten al, ik ben op straat. Je kunt wel zien dat jij 10 jaar jonger bent dan ik hoor. Ik, man, ik doe mijn best, maar ik ben kapot. Man, ik voel me net zo'n dichtgeslipte aorta die eraan komt rennen. Jongen. Goedemiddag, daar ben ik. Ah nee, nou, nog steeds niet. Heb jij al een auto gefixt? Ik heb een auto. Ah, nice. That's my man. Kijk, weet je, dat komt altijd weer goed. Dit waren even de metroavonturen en ik hoop dat jullie het leuk vonden. De metroavonturen zijn altijd leuk. Nee, dan zou ik poepen. Wat voor auto heb je? Oh boy. Hey! Here I am! Once again. Oh, Hugo Santos. Oei. Oké, bounty hunter. Ja, er komt een bounty aan bij... Ik denk... Ja, ik heb een waypoint gezet. Oké. Daar rijdt er eentje. Ik denk dat hij naar het casino gaat, maar hij kan ook doorrijden de stad in. Ja, we zullen wel zien. Ik ga hem proberen. Rijdt hij snel of kan ik hem... Even zien traag? Nee, maar dan ga je wel rennen, joh. Je bent pro. Ik denk dat er komt een mugger op ons. Op ons? Ja, zie je dat rode bolletje? Zie je, ze schieten op ons. Oké, wacht. Oh. Ja, rij maar door. Neem me gewoon mee. Het is altijd makkelijk om een mug te hebben. Iemand zet dus gewoon een mugger op ons. Yep. Ai, ai, ai. Nou, je ziet de bounty daarboven. Daar moeten we naartoe. Yep. Oh. Hij gaat boven. Oh, hij komt naar terug. Links. Hij gaat naar rechts daar. Dus je kunt... Ja, oké. Okay. Niet zo, ja. Ja, ik weet niet wat jouw keuze is. Ik laat het aan jou over. Ik denk zo. Ja, hier links dan. Ja, heel goed. Hier links en dan rechts. Oké, pak mijn revolver vast even erbij. Heb je ook hier revolver? Want we zijn bounty hunters, hè? Ik heb mijn... Hoe noem ik dat ding? One hit kill. Ja, ik zag het. Oh, hier links. Hij gaat hier de berg in. Ik heb mijn Uzi. Hij gaat hier omhoog. Nice. Wauw. Bounty hunters. Eigenlijk moet ik een cowboy outfitje hebben. Ja, hey, daar is hij met zijn busje. Oh ja. Gaan we hem niet exploderen? Okay, nee, we gaan het gewoon netjes doen. Eén hit. Hey, de revolver! Oh. Ik kan hem wat? Gewoon niet raken. Hij gaat er niet, hij gaat niet dood. Nee, je moet er even naast staan. Oh, dit is een hacker. Dit is een hacker? Ja, ik heb hem op zijn kop geschoten. Oh my god. Waarom is tegenwoordig iedereen hacker? Ik stond ook al 15 keer op zijn hoofd. Oh, man. Waarom zijn jullie allemaal modders, jongens? Hou nou eens op met dat... Hè? Tijd 20! Ja, maar waarom is iedereen modder? Jongens, niet iedereen. Modden. Verpest nou niet de game. Ja, maar nou? Ja, ik ga hem pakken met mijn 3 mm. Kan hem toch niet pakken? Hij gaat toch niet dood? Ik ga hem alsnog pakken. Ik ga gewoon zijn auto opblazen. Dan moet hij maar lopen met zijn vette smeren. Ja, die auto is waarschijnlijk... Vuile modder. Die auto gaat waarschijnlijk ook niet kapot. Staat hij nog op de Dam of niet? Of is hij verder gereden? Hij is verder gereden, denk ik. Kijk op de Dam. Maar hij staat stil. Hij staat hier onder ons. Ja. Als we hierheen rennen, kunnen we hem pakken.
Ik denk dat hij het water in is gevallen of zo. Zie hem alleszins niet. Op de kaart zie ik hem, maar hij staat er gewoon niet. Hij zwemt denk ik onder water? Ik weet het niet. Where you at, bruh? Oh joh, die auto spant op mij! Oh, daar is die! De hacker! Allemaal reporten, jongens. Jeetje. You become ghosted. Oh, we become ghosted. Ja, 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 ja. Kijk, dit is hoe hij het speelt, hè? Even kijken. You are now ghosted to dig in as you can no longer attack each other. Oké. Okay. Wat? Oké. Okay. Wat bedoelt zou dat? Zou dat een modmenu zijn? Dat er automatisch geghost wordt of zo? Oké, okay, ik wil wel even kijken. Kan ik, hoe kun je makkelijk iemand reporten? Moet je dan iemand helemaal op gaan zoeken, zeker? Ja, eigenlijk. En zijn auto is ook niet kapot maken. Hoe heet hij? Dennis of zoiets? Ja, wacht, en dan? Hè. Even zoeken. Even. Dennis met 1N55683. Ah ja, daar is hij. Oké. Okay. En dan ga ik naar zijn profiel. En dan is het een Belg of een het is een Duitser. Ja hoor. Het is een Duitser. Het is een German. Maar waarom is de optie van report zo lastig, hè? I'm reporting this user. Member name, avatar. Maar nee. Gewoon door de gameplay. Oké, okay, het moet anders kunnen. Vroeger kon je een hele lijst invullen, maar dat kun je ook gewoon niet meer, wel. Nou ja, het zal wel. Top. Laat me even weten jullie in de comments hoe je tegenwoordig iemand moet reporten. Kun je alleen zijn avatar kun je reporten. Nou, leuk hoor, GTA. Top. Oké, ik ren naar beneden. Ik weet niet waar jij bent. Jij zit bij hem nog, of niet? Ja, ik zit bij hem. Hij zit ik mij ben... te killen. Oh, nou leuk. Dat is wel fijn. Ja. Ja, dat vindt hij wel leuk. Het is een originele jongen, dat is één ding wat zeker is. Modders zijn altijd leuke gasten. Nou, ik ga gewoon weg. En moet ik jou ophalen zo? Misschien. Ik zou niet weten hoe ik jou moet ophalen, want we zitten natuurlijk in een hele lastige situatie op dit moment. Maar ik zie wel hier en daar een bus rijden, dus wie weet kan ik gewoon met een dikke busje komen ophalen, weet je wel. Ik ga jij redden, Hybrid. Oh, wacht, hij pikt mij op. Oh. En dan gaat je nu een lift geven, wat? Ja, brengt me nu terug, denk ik. Wat een aardige modder is het. Het is gewoon een sukkel. Verschrikkelijke vent. Altijd het spel verpesten, dat is wat die jongens doen. Leuk. Nou ja, ik loop lekker door. Ik heb echt gewoon naar mijn zin op dit moment. Weet je, Free Roam is niet meer zoals vroeger hoor. Het is veel leuker geworden. Als je nu een bounty wil hunten, de tweede bounty die we willen pakken is een modder. Dus dat... Ja, dat is gewoon leuk. De sfeer zit er lekker in weer. Prachtig, hè? Oké, okay, ik ga klimmen. Ik zie hier een dikke familiebak. Steal the life out of me. Oeh, wacht. Ik pak even... Nee, ga maar daar. Ik pak deze. Hier, is een vrouw met een mannenstem. Leuk. Hey, joh! Hopbokken. Oké, okay, waar ben je nu? Ik ben bijna bij de straat. Ik kom je halen, jongen. Je bent van de streets. Ik kom eraan. Hey, broer. Hey, ik zie een modder voor me. Shit. Nee, dat is niet die modder, hè? Nee, klopt. Maar ja, nu moet mijn intuïtie is gewoon er naartoe gaan. De bounty hunter, Krompie. Wat? I left the game! Are you kidding me? Ik schiet hem recht door zijn hoofd en hij left. Oh, wat? Nou, dat was weer top. Meteen politie achter me aan. Probeer een bounty te pakken, meneer de agent. Ik ruim jullie vieze rotzooi op. Oké, Hybrid. Hoi. Oh. Ik denk, jij zit bij die kerel, maar je zit niet bij die kerel. Ja, maar hij volgt mij wel. Zie je dat? Oké. Ja, ja, ja. Wauw. Ja. Hij is verliefd op jou, hij rent achter jou aan. Ook. Ja, precies wel. Ik kom jou ophalen en jij rijdt nu weg. Ja, maar die modder, hè? Ja, dat maakt niet uit. Laat hem gang gaan. Oké, wacht, ik kom bij jou. Ja, ik moet eventjes wat doen. Ik heb even politie achter me aan. Oh, shit.
Ja, ik heb ook poopwachten, man. Ja, ik heb veilige plek hier. Oké, okay, this is the place where I belong. Ik kan niet kijken. Het is zeer spannend hier. De politie komt eraan. Gaan ze me pakken, ja of nee? Ik ben benieuwd. Er komt iemand anders hierheen rijden. Hij rijdt er achteruit. Ik ben de politie kwijt. Hij rijdt weer weg. Hij was bang voor mij. Ik ben gelukkig lelijk genoeg. Waar ben jij nu dan? Ik kom naar jou. Ik was ook voor de politie aan het wegrijden. Ah, oké, oké. Oh, die politie springt hier opeens voor mij. Ah, die modder heeft mijn banden kapot gemaakt. Ik hoor heel veel knallen. Ja, hij schiet op mij. Can you pick me up? Ja, ik ben hierboven. Oké, wacht. Ik probeer eraan te komen. Ja, ja, ik zie. Als je hier naar boven rijdt, dan haal ik je op en dan rijden we weg. Ik raak niet naar boven, precies. Ja, hier aan de zijkant. Zijkant. Waar ben jij nou? Ja, Dennis, die gaat... Ja. Dennis, die loopt daar nog. Die gaat nu bij die andere auto's lopen klooien. Hij stapt nu bij iemand in. Hij schiet naar voren. Ik kom naar jou. Wat doen modders tegenwoordig? Echt gekke shit, gewoon. Gekke dingen. Oké, we kunnen nu weg. Eindelijk. Go. Hij zit nu bij Sugus. Sugus. Ja, dat klinkt als een of andere mushroom. Mushroom Sugus. Sugus, de mushroom. Nou, daar zijn we vanaf. Die fantastische modder. Geweldig. Dat was mooi. De auto heeft veel grip. Is wel. Met de vlammen. Ja, weet je, nu kunnen we gewoon weer rustig ons doel aan nastreven. Ja, en dat is? Bounty Hunter. We moeten even naar een winkel toe. Even omkleden. Oh ja. Wij zijn Bounty Hunters. Oh, of jongen. Een dikke cowboy kleding of wat? Wat is jouw cowboy naam? Oeh. Een goede cowboy. Oh, pas op. Een goede cowboy naam. Ja, wat is jouw... Oh ja, wacht. We hebben natuurlijk Lil Nutty. Oh ja, Lil Nutty. En ik ben Lil Wimpy. Natuurlijk. Ja, Lil Wimpy en Lil Nutty, jongen. De cowboys Lil Wimpy en Lil Nutty. Wij zijn cowboys. Oké, okay, yeah. We hebben hier een tattoo shop, geen winkel. Als jij even een kledingwinkel op de kaart display zij pakt, dan... Zorg ik ervoor dat wij daar heel uitkomen. Dan moet je helemaal terug. Ik ga niet terug. Oké. Okay. Want dan zitten we weer bij die modders. Dat vind ik vreselijk. Ik ben nu al bang. Hier is het dichtstbijzijnde. Oké, okay, top. Oh, die zit bij de politiebureau zeker. Ja, nee, bij de stripclub. Oh, oké, okay, ja, die is goed. Oh. Oh joh, gek. Oh. Oh joh, gek. Oh. Oh joh, gek. Oh. Nee, ik wil niet nog eens politie. Nee, geen ongeluk. Oh. Geen ongeluk, zegt hij. Oh. Die hier is de winkel. Yes, let's go. Oh. Yo. Hoppa. De cowboys, Lil Wimpy en Lil Nutty are in town. Howdy. Howdy, girl. Hi, welcome. Hi, girl. Oké, waar vinden we cowboykleding? Nou, ik denk ergens bij... Hope you find Sloppy, it is you're nee. Looking for? Waarom gaat hij weg? Onesies? Nee, we gaan niet in een onesie lopen. Golf? Nee, we gaan niet in een golf. Classic racing suits. Ik denk dat we dat gewoon even helemaal moeten pakken gewoon. Zeg maar niet de standaard outfit. Oh ja, dat kan ik, weet denk het ik. Ik zie wel maffia kleding. Ja, stuntman. Biker suits. Nee. Lowrider classics. Nee, dat is het ook niet, hè. Nee. Ik kan te pakken met de kop, denk ik. Oké, waar ben jij? Oh, yes, ik ben tops aan het browsen. Ben ik zo al... Ja. Cowboy, zegt hij dan. Een luxe cowboy. Ja, joh, gast, dat trekt helemaal niet op cowboy. Oké. Ik ga eerst al een petje kopen en vanuit het petje ga ik me baseren op de kleding. Ja, oké. Ga jij een petje halen, dan zoek ik een jacket. Wat, waarom heb ik geen... Nee. Koop ze geen patches of zo?
Ja, ergens anders bij de balie. Over. Wat? Het is best moeilijk om echt iets goeds te vinden, hoor. Ja, kerstdingen, daar hebben we ook niks aan. Biker shirts, work shirts, designer shirts, server shirts. Hier, hats. V-neck sweaters. Oh, joh. Nee, man. Tanktops, nee. Kom op, man. Dit is serieus. Dat denk je, dat doe je even, maar nee. Niks is wat het lijkt. It's all very khaki. Utility. Utility vests. Ja, dan denk je even makkelijk een jack zoeken, maar... Nee, ook niet. Cowboy hats. Hee. Ja, dat hebben ze wel, cowboy hats. Maar dan het pak erbij. Wat een lelijke, saaie cowboy hats. Het cowboy pak erbij halen is echt heel lastig. Nou, dat lukt nog wel. Denk ik. Ja, en, ja nou, ik vind het moeilijk. Ook. Oh. Ja, nee, er is echt gewoon niks cowboys bij, man. Cowboys. Ik ben al bijna nu het meest cowboy. Ja, een beetje biker jackets kom je dan op uit, maar... Ja, is ook niet echt de cowboy, hè? Nee. Ik ga eerst maar eens even die hoed halen. Dan heb ik ook een cowboy. Als we een cowboy hoed hebben, zijn we al een beetje cowboy, toch? Ja, een beetje, een beetje. Gloves, nee. Maar ik ga het wel vinden. Hallo? Oké. Geen niks te vinden hier. Hats. Ah, ik denk al bij de hoeden. Ja, bij de hoedjes. Oké. Cowboy hats. Trucker, biker. Cowboy. Wat hebben we allemaal? Howdy boy. All yours. Nou ja, hey, dan ben ik gewoon een luxe cowboy, hoor. Ben jij luxe cowboy? Ja, ik ben gewoon luxe cowboy. Gewoon een beetje maffia luxe cowboy. Die heb jij ook, als je standaard outfit hebt met muts. Wacht. Die kun jij ook pakken. Ik vind het echt wel nice. Ik weet je, als ik er zo bij loop, dan denk ik wel bij mezelf van... Alright, it's high noon. Alleen cowboys hadden eigenlijk geen zonnebril op, dus die moet ik eigenlijk even afdoen. Ik krijg gewoon een vermoeidheidsgaap. Oké. Bril. Chains. Nee, ik had juist iets gevonden van wat ik cowboy had. Ja. En nu is de shit geclosed. Ja, er kwam een motto naar binnen. Die teleporter naar jou. We gaan naar de volgende. Doe me. Met jouw waypoint. Hij teleporter 1 seconde naar ons. Dus, hij was er weer. Ja, dan gaan we naar die toe. Nou, daar gaan we weer, hoor. Jee, met de vlammende pijp. Ah! Yeah, let's go. Yeah! Huh! Hij killt nu ook echt iedereen. Die mod is helemaal los. Dead mode geactiveerd. Dead mode? Van die hacker. Is dat diezelfde guy? Ja, dat is Danis. Ja, joh. Wat een Danis gek. Danis wordt gebroken enis. Oké, netjes parkeren. Hou de auto heel, hè. Joep. Oké, nice. Als je hier naartoe gaat... Oh, nee. Ja, wacht. Ik had iets gevonden. Oh, hij kwam binnen, maar hij is weer weg. Ja, inderdaad. Ik zag het ook. Hi, meisje. Ik sta hier. Don't say anything. Kom. Oké. Ik weet niet wat die Danis doet. Ik heb de cowboy shit. Jij hebt de cowboy shit. Oké, laat me zien. Wacht. Cowboy hybrid. Ik ben echt benieuwd naar cowboy hybrid, hoor. Ik denk dat hij gewoon magisch pro is. Ja. Ah, ja. Howdy, partner. Hi. Howdy, partner. How are you doing? I'm a luxe cowboy. En jij niet. Luxe cowboy. Ik ben gewoon luxe, weet je. I'm the real cowboy here. Okay, to the horse. Alrighty. Eigenlijk moeten we dan even een motor hebben ook, hè? Maar ja, dan worden we weer snel, dan zijn we... Ja, dan weet ik wel weer wat er gebeurt. Dan zijn we een seconde down. Okay, let's go. Take your bounty hunter. Of we pakken zo'n dikke oude stekelroespak. Die armor shit. Ja, dat kunnen we even doen. Maar kunnen we daar wel uitschieten?
Ja, hangt vanaf welke. Kom naar mij, ja. Kom naar hier. Wacht, nee, wacht, ja. wacht. Hier is het denk ik, waar dat Alex... Oké. Waar dat ik alle armor shit in heb zitten. Ja, ik ga er naartoe, let's go. En dan gaan we de bounty hunt hoor, want nu ben ik er ook klaar voor om echt een bounty hunter te worden. Oké. Hey, hier links bij die eclipse. Here we go. Oké, mom, I'm home. Oh joh. Oké. Parkeer ik hem even hier, zodat niemand hem kan jatten. Zo. Hopla. Nice, cowboy. Dit is hoe cowboys partner. Uitstappen. Oké. Howdy, partner. Let's show your garage, man. Yeah. Ik loop mijn eigen garage in. Hè? Wat? Ik loop per ongeluk mijn eigen garage in. Ja, loop terug naar buiten. Ja, is goed. Ik kom eraan. Oeh, ik heb hier ook nog wel een echte cowboywagen, maar ik kom weer naar buiten. Hoe invite ik jou tot mijn garage? Misschien moet ik dan bussen, maar ik heb hem zelf ook. Ik denk dat we dan in een gang moeten. Buses? Ja, dat zou hier kunnen. Nee, dan loop ik maar in mijn eigen garage in. Moet even de gang in. Ik ga je even inviten, ja? Want dan kan ik waarschijnlijk wel met je meejoinen. Oké. Okay. Als jij in je apartment staat, kun je mij inviten. Oké, hoe doe ik dat? M, en dan kun je me inviten. Oh ja. Invite to apartment. Jij bent geïnvite. Oh yeah. Maar nu vraag ik me af dat je naar mijn appartement gaat of naar mijn garage. Ja, appartement en garage zitten bij elkaar. Hey, je bent er. Nee, ik sta in je appartement nu. Nee, je staat in mijn garage. Oké, hey, cowboy. Ja, ik heb hier een paar armored wagentjes. Je hebt wel een paar cowboy wagens hier, ja. Niet naar die roze elektrische troep kijken hier. Waarom heb je drie dezelfde elektrische troep? Ik had ooit eens, er was een periode in GTA, dat Rockstar heel veel mensen hun modded geld en zo wegdeden. Hun modded geld zo van hun accounts afhaalden. Dus ik had had ik gewoon auto's gekocht. En moest er geld van mijn rekening zijn, kon ik die auto's gewoon terugverkopen voor zo'n miljoen. Ja, slim. Ja, oh, nice. Ik zeg deze. Welke? Ja, ik heb is dit cowboy shit? Ik vind dit best wel cowboy shit. Maar dan kan je enkel naar voren schieten, dan kan je niet naar achter. Ja, hè? Maar hey, we hebben de revolver waar we het werk mee doen, Hybrid. Oh ja. Ja. Oké, maar we zijn niet goed gepantserd, hè? Nee, maar dat geeft niet. Wij hebben die. Ik heb je mijn revolver? Oké. Get in. Yeah! I got right, big partner. Guns and I cannot lie. Oké, even testen hoor, die gun. Ik ben benieuwd. Oh shit, was precies politie waar ik op schoot. Geweldig. Oh, en ik zet op proximity mines. Wow! Oh, dat tilt hem al beeld. Oké, ik ga even kijken voor je waar de bounty is. Eens even kijken. Hebben we nog een bounty in de aanbieding van onze bounty hunter? Ja, helemaal bovenin. Maar is dat Denis? Ja, als het Denis dat is niet. Dat is Denis Dikke Enis. Oh ja, dan kunnen we niet naar Denis gaan. We gaan naar het casino, want daar zit een gast uit de crew. En die kunnen we wel kapot maken. Oh, oké. Die kan het wel waarderen. Oh! Shit, joh. Wat was dat dan? Wat spant daar opeens? Ik kan niet om me heen kijken in dit rotding. Wat is dit? Oh, joh. Oké, die auto komt er ook aangereden als een bezetene. Wat is dit? Een mega bloempul? Een bloempot? Geen idee. Geen flauw idee. Oh, buschauffeur! Wacht! Mijn hoofd. Au. Kijk het in. Ik vind het een heel raar ding. Nou, je hebt een waypoint naar de casino? Ja. Let's go. Ik zal niet schieten zodat we geen politie achter ons aankrijgen. En dan gaan wij met de revolver zo meteen. Bam. Tjoek bam. Ja, in de kledingwinkel staat iemand. Links. Let's go. Laten we gewoon zeggen dat hij bounty ooit heeft gehad. Oké. En die claimen wij nu. Pak je revolver.
Hey, partner. Waar staat hij? Links, rechts. Oh ja. Oh ja. Yeah. Jij hebt hem. We hebben de bounty, boy. We can go to the next one. Oké, let's go, next. Yeah, we got it. Right. We got one bullet, hè? Bam! Ja, netjes, netjes clean. En die gast denkt, ai ai ai, wat een klootzak, ik ben net een kleding aan het uitzoeken. Hé, hey, maar wij spelen de game legit. Wij zijn legit boys. Ja, zeker. Legit boys are back in town, legit boys are back in town. Oh, dat is echt een tongue twister. Wat? The legit boys are back in town, the legit the boys legit boys are back in town. Town, the legit boys. Ik vind dat een lekker nummer. Opbokken, joh! Oké. Okay. We zijn er. Rick, de gamer. Hier komen we aan. Howdy, partners. Oh, we kunnen hier binnen niet. What the heck? Oh, een oppressor, die guy. Ai, ai, ai. Alleen dat is voor die guy die had vermoord, kogel. Of wat? Ja, ja, dat is die guy die we hadden vermoord. Nou, wij proberen voor cowboy stoer te doen en een komen een oppressor. Nou, leuk. Nou, ik sta hier met mijn cowboy lezen. Cowboy lezen? Ah, ik heb wel echt coole schoenen, hoor. Oké, wacht. Je moet nog even mijn club joinen. Oké. De maximum number of CEO's. Oh, kan niet. Nou. Prachtig. Hé, hey, er komt iemand 18 jaar aan, die is ook verdacht. Wegwezen! Heb jij een Volvo? Huh? Wat? Hij viel op mijn beeld 2 keer. Oké, laten we eerst eens even die jongen opzoeken. Dan gaan we even naar binnen gewoon als echte maffia boys. Howdy partners. I'm inside. Alright. I'm here. Doing business. Doing casino. We're the casino boys. Okay, here I am. Once again. Where he is. Where you at, man? What? I don't see him. Oh, wacht, we kunnen wel deze even draaien, hè? De lucky spin. Kun je dan die auto winnen? Ja, ik ga even kijken wat we winnen, hoor. Even miljarden pakken. Nou, ik hier toch ben, weet je wel. Ja! De winst is in de pocket. Eindelijk een auto gewonnen. Ik word een keer gematst door de game. Discount. Ik zal hem ook spinnen. 10% vehicle discount. Yay. I'm gonna look you will for free ones. Okay. De game is zo gemaakt dat je heel weinig geld hebt, dan win je de auto. Heb je al heel veel, win je nooit wat. Oh. Af en toe wat. Nou. Jij krijgt RP. Dat gun ik jou. Of coins. Ik krijg kleding. You won a clothing item. Nou, wat leuk. Hey, kijk wat een lekkere vrouw hier staat dan. Zo. Zo. Hallo. Nou, gaan we eens even kijken wat we hier allemaal nog hebben. Het is wel sfeervol hier binnen. Jazeker. Als je dit ziet, heb je toch een beetje de GTA 6 feelings. GTA 6. Oh, de VIP room. Hey, die gozer is hier helemaal niet, joh. Oh, jawel, bij de balie staat iemand. Oh? Bij de fiches. De chips. Chips. Yo, chippy boy. Hij is aan het gokken. Hij is chips aan het kopen. Gokverslaafd. Ja, hij is aan het gokken. Nou, dan ga ik maar even naast hem zitten. Een lekker gokken. Nou, ja, we gaan nu even gokken. Hij heeft max... Yo. Hij heeft gewonnen? Ja. Ja, daar ga ik, hoor. Ja, daar ga ik. Ah, niks. Nog een keer. Ah, nog een keer. Ah, nog een keer. Hij wint weer. Hij wint alleen maar naast me. Met zijn Duitse helm. Yo, hoeveel heb jij gewonnen, Hybrid? Ik heb voorlopig alles verloren. Ja, ik ook. No talent required. Come on, get it. Ik wil op zijn minst 1 dikke winst pakken, jongens. Kom op, gun me dat. Ah, ja. Ik blijf hier ook maar verliezen, hè. Ja, ik snap niet dat mensen dit ook leuk vinden in het echt.
Je zit net op een knopje te drukken. Dan kun je het beter RuneScape doen, man. Ja. Ai, ai, ai. En weer 125 coins weg. Ik heb helemaal niks. Die gozer naast mij heeft dat 3 keer gewonnen in die tijd dat we hier zitten, man. Oh, ik was echt heel close. Hij wint weer! Wat? Die gast wint alles naast mij. Ah joh, ik heb 50 chips gewonnen, best man. Ik heb niks, ik blijf je maar 125 verliezen steeds. Ja, ik pak echt helemaal niks joh. Oké, weer 25 inzetten. Oh! Zo close, kom op. Ja, ik kap hier mee. Ik ben echt klaar mee. Ik ben er ook klaar mee. Oh! You won 250 chips! Yo, lekker! En je hebt er 3000 ingezet. Yes! Lekker man. Kan ik die chips hier ook inruilen? Nou ja, ik heb... Yo, ik heb 150k in chips. Ja, ik 190k, bijna 200.000. Jezus. Ja, ik wil traden met je, mevrouw. Acquire trade-in chips. Ja, hallo, moet ik dan nu helemaal daar naartoe gaan scrollen? Wauw. Nou, ik zit op 50.000. Hey, weet je wat? We nemen even wat geld mee. We gaan even blackjack al in. Wat dacht je daarvan? Ik trade het niet in. We gaan 200.000 blackjack al in. Oké. Oké, let's go. Voor de mensen die weten wat blackjack is, ik ook. Jack Black. Daar gaan we. We gaan blackjacken. Al het geld kwijt. Al het geld kwijtraken. We gaan met z'n tweeën aan de blackjack tafel zitten hier. Yep. Yo, let's go. Yeah, my man. Dit is 3-card poker. Ik sta nu op. Yeah, my man. Is dit blackjacken? 3-card poker. Ja, dit is hem. Waar? Leek een beetje op elkaar. Ja, waar ik zit hier. Oké, let's go, man. Come on, Ibert. Kom er lekker bij. Aim, blackjack, blah, blah, blah. Continue. Kom er lekker bij, man. Sup, cowboys in the house. Yo, cowboy, howdy, man. Are you ready for some big money? Place your bet. Oké, hoeveel bets gaan we doen? Adjust bet. Zullen we het gewoon een beetje omhoog gooien? Ja. Yeah. Hoe hoog kun je het zetten? 5000. Rechtsonder sta je bet. 5000 heb ik, maximaal. Oh ja, ik ook. Oké, okay. Nou, 3, 2, 1, place bet. Let's go! Oh my god. Oké. Okay. Jij hebt 4, ik heb 6. We mogen niet op 21 komen, hè? Wat was het ook alweer? 15. Page down, dus dan kijk je naar je kaarten. 4. Ja, ik zit op first person, maar... Hoeveel heb jij? Het... Ga hitten. Oh, 15? Oké, okay, wat ga je doen? Het! Ja! Oh! 20, let's go, stand! Yo, ja, dat kan ik nooit winnen. Ai, ai, ai. En als ik stand doe? Oké, ik hit het nog een keer. Geef me geluk! Oh! Ik ben boven de 21. Ai, ai, ai. Hey, you have 20, you won, wow! Heb je 20.000 gewonnen? Ik heb 10.000. Oké, let's go, nog een keer. Damn! Niet te geloven dit. Nou, zet in. Ja. Yeah. Oh, ik kan weer max 5k. Ja, 5k inzetten. Let's go, jongen. We gaan hier gewoon voor. Right. Nou, kom op. Gooi die kaart op. Kom op, mevrouw. We zitten hier de hele dag te wachten. Oké, okay, ik heb al 10. Ik heb 8. Yo, jij hebt weer 20. Damn, jongen. Ja, dit is bullshit. Dit is weer helemaal zaad. Ja, ik heb 18. Ik ga gewoon hitten. Ik ga voor 1 en 2. And that's a bust. Oh! A 10. I see 16. Hoppa! Weer 10k erbij, jongen. Hij heeft weer gewonnen, die Ivan. Dit is niet te geloven, dit. De Blackjack King, jongen.
Echt, wat een blackjack king is die, hoor, die gozer. Ik zit hier allemaal geld te vernachelen. Ik heb al 10k van jou genakt. Ja, jongens, is niet te geloven. Ik word gewoon helemaal arm geplukt hier. All bets are closed. It's time to play. Hey, weer al 10. Weer 10, jij, jongen. Niet te geloven. 15 heb ik. Oeh. Dat is een rotgetal. Wat, 16? Wat? Ik heb altijd pech in mijn leven. Hit, jongen. Yo, nu ben je af. Ja, hoor. Wat heb ik 18? Oeh. Ja, je hebt 18 nu. Jij hebt... Ai, ai, ai. Kom op, hij gaat geen 21 krijgen. Kom op. I hit it, baby. Kom op. 5. Hoeveel heb jij? Je hebt 19. En wat heb jij? Ik heb 18. Ik blijf staan. Maar let op, nu pakt zij 21. Ja, zij gaat pakken. Zij is 20. 20. Ja, zie. Oh! Weer verloren. Oh. Man, 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 dat is er niet te geloven. Gadsiedarrie, heb ik weer verloren van de dealer. Nou, weer 5k? Ja, ja, tuurlijk, man. Okay. Ik ben een doorzetter. Oh. Jij hebt weer 10. Oh, ik heb ook een 10. Ja, 13. Ja, ik heb 16, dat is pas kak. Weet je wat is? Een kans is nu groot dat als ik een kaart pak, dat ik shit uitkom. Kijk, 18. Jij zit op 18, ik zit al op 16. Ah, oh, fuck. Ja, hit it right, kom op. Maar de dealer heeft 7, nee, ik zeg stand. Ai, ai, ai. Ja, ik ga hitten en dan ga ik weer te hoog. That's 21. Oh! Got him! Heb je 21? I got 21. Fuck. Ik heb eindelijk een you have 18, you want t- ik heb 10.000 gewonnen. Nee, ik ook. Hoezo heb jij 10.000? Ah, maar de dealer is gewoon verloren, dus we hebben beide gewonnen. Oh, en dan krijg jij ook 10.000. Ja, blijkbaar. Had jij ook 21? Ik had 18 en ik heb 10.000 gewonnen. Ai, 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 man. Net, jongens. Oeh, nou, ik heb 11. 10 of 1. Oh, ik dacht dat het 10 of 1 was. Ja hoor, jij hebt al blackjack ook. Ai, 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 ai. Wat heb ik? 19. Weet je wat? Ik blijf staan en hopen dat zij een kakkaart heeft. Oh. Oh. Hey, nou heb ik ook 10k erbij. Dit is goed. Ik heb 12.500 erbij. Yo, jij bent rijke klapper, jongen. Dit is niet te geloven. Oh, joh. Ging het ook maar zo makkelijk in het echte leven? Ja, nee, in het echt gaat mijn blackjack ook wel makkelijk. Maar daarom is het heel verslaafd en ik raad iedereen aan om niet te doen. Oké, die dit kijken. Je kunt het in GTA doen met nepgeld, maar nooit met echt geld doen. Ja. Want je gaat gewoon verliezen. Anders zouden deze bedrijven niet bestaan, namelijk. Ai, ai, ai. Ja, jij trekt er nog wel eentje. Ja, ja, ja. Oh my. Ja, hit me baby one more time. And that's a bus. Hé, joh, ik ben de blackjack king hier. Ja, echt niet te geloven, man. Ik verlies alles. Oké, nog één ronde, laatste ronde. Oké. Als een cowboy. Oké, die zaadkaarten weg. Ik zet nog één keer in. Oké, hier is mijn bed. 5k. Hier is mijn bed. 5k ingezet, kom op. Hé, hey, er is iemand naast ons bijgekomen. Dat meen je niet. Ja, oh, die zit ook my. In. Nou, nog meer kans op te verliezen. Hij pakt meteen een 10. Ik heb ook 10. Yo! Ik heb 20! That's blackjack. Hij heeft blackjack! Nee! Ja, ja, ja. Ja, ik ga gewoon stand doen. Ik heb 20. Ja, joh. Dat meen je me niet, jongens. Ik heb altijd pech. Ja, ik hit het, joh. Hit die shit. Wat heb ik nou? Want jij praatte net. Linksboven. Linksboven. Linksboven? Ja, page down en dan linksboven kijken. Oh ja. Oh ja, ik heb 11, 15, 18. Ah joh, hit hem nog maar een keer, dan ben ik down. Would you like another card? Ik blijf wel staan met 18, is goed joh. There's an 18. Hey, 10k gewonnen. Ik heb mijn 5000 in ieder geval terug. I'm a tevreden persoon. Oké, gedaan of wat? Ja joh, nu gaat die gast erbij, die zit nu in zijn eentje. Die denkt, oh, die twee gaan opeens weg. Ja. Oh, hij gaat ook weg. Ja. Oh, iedereen gaat weg.
Ja, opeens gingen er een hoop mensen weg, ja. Ja, nou, we gaan de bounty nog even hunten. Kom op, man. Nee, yeah, howdy. The boys are back in town. Nee, het was er iets anders. Oeh, dit is VIP. Kun je meer geld inzetten? Kun je meer geld kwijtraken? Dat is wat we niet willen. Ben jij ook altijd de weg kwijt? Bel ik ben nu. Altijd. Verschrikkelijk gedesigned gebouw. Ja, het is echt wel kut. Ik ga hierheen dit keer. Oké. Okay. Ja, nou moet ik op een paard gaan gokken. Nou moet ik op een paard. Daarom is het zo, hè. Daarom hebben ze dit zo gemaakt. Dan opeens sta je weer paarden te gokken, terwijl je... Je wil het helemaal niet doen, maar het gebeurt. Place bet. Oké. Okay. Place bet. Wat doen we? Ik ga... Oh, op nummer 4. Ik ga... All in. Hoeveel kan ik wel niet... Holy shit, joh. Je kunt er 10.000 inzetten. Op nummer 4. Ik ga op Yo. Nummer... Oh, bij mij gaat hij al. Kom op nummer 4. Nummer 4 gaat naar de laatste plek. Ik zet 10k in place bet op nummer 19. Kom op nummer 4. Ja, tweede plek. Nee, derde plek. Nee, vierde plek. Nee, laatste. De finish is er. Nu naar voren. Ja, jongen. Ik heb 10.000 ingezet en mijn guy is gewoon dik laatste. Wat een kakzooi. Oh, ik sta eerste. De eerste. Hoppa, jongen, your horse place. Oh, your horse place 6. Oeps, ik dacht dat ik gewoon had. Daar! Hij zit heel trots te vertellen dat hij eerst is. Nou, ik ga hoor. Ja, ik ben ook weer weg. Ik bedoel, ik laat het wel van deze vrouw over. Die vindt het leuk. Nou, we zijn weer verdwaald, dus we kunnen weer verder met verdwalen. The bounty hunt is coming to town. Oh! Oh, we zijn er opeens. Ja, we zijn er. Hoi meneer. Hoi mevrouw. Exit the casino. Oké, ik pak meteen mijn revolver. En deze auto ziet er wel leuk uit. Weet je wat ik heb? Nou? Een dikke waggie. Waar? Hero. Wacht, waar is die? Ja, daar kwam een gozer in de tuinbroek weer voorbij rennen. Oké, hier is mijn waggie. Yeah! Let's go! Oh ja, dat is wel echt, ja. Hey, ik zie ook een bounty. Yeah. Oké, let's go, dit gaan we doen. Dit wordt ons moment. Jij kan in waypoint. Dat grote ding van voren. Go, go, go. Jij kan op de machine gunnen. Ja, ik zie het, maar dat hoeft niet. Ik wil mijn revolver, hè? Oh ja, je revolver. Maar we kunnen wel aanrijden nu de bounty. Nee, niet die man, dan gaat hij ons killen. Oké. Zo. Oké. Wat was dat dan? Geen idee. Geen mijnen droppen. Ik heb niks gedropt. Oké. De bounty gaat hierheen. Ja, waar is hier? Ja, ik zet live action. De waypoint moet je gewoon volgen. Er zijn er twee, er is ook zo'n paarse. Ja, maar die komt wel goed. Die pakken we zo wel. Hier rechts afslaan. Ja. Yes. Let's go, daarvoor zit hij. Dit wordt ons moment. Nobody can stop us now. Nobody can stop us. Oké, heb ik... ik heb mijn revolver. De one-hit kill revolver. Waar is mijn revolver? Oké. Je botst hem er vol aan de kant. Ja, je rijdt mis, man! Shit! Ja, go, go, go! Go, go, go! Ja, wat doe je nou? Nou kan ik niet schieten! Ja, sorry! Go! I'm going! Fighting in the danger zone! Oh, hij heeft gecrashed. Ja, I'm reloading. Go for it. Schieten! Ja.
Jij kan ook schieten, hè? Wat? Ik krijg een glitch. Pak hem nou! Ik krijg een glitch. Waar is die guy? Achter ons. Schiet, schiet, schiet. Ja, stop met rijden. Ja. Yes. Oké, okay, go, go, go. Weg. Oh, de police. Hoe kan de band nou lek gaan van deze auto? Ja, what the fuck eigenlijk. Dit is de meest gepanzerde auto en de banden gaan lek. Dikke bullshit. Er komt er niks van, man. Oké, okay, volgende bounty. Hé, er is een bounty achter ons. Ja, ja, die moeten we pakken. Oké, okay, here we go. Bounty hunters are back in town. Huh, waar is hij? Oh, hij rijdt boven ons. Oh ja, dan ga hier links, hier links. Ja, ja. Oh. Ja, hier links. Ja. Ja, 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 gaat goed. Maar die vliegt of zo, die guy? I don't know. Ik heb er wel het gevoel van, ja. Ik denk het wel, hoor. Want die gaat anders wel heel snel door die ja, kleine straatje. Ja, nou, dan gaan wij ook daarheen. We gaan hem gewoon pakken. We zijn pro. Ja. Ja, hier tussendoor. Hoppatee. Hoppatee. Lekker, man. Hé, hey, maar die guy is al aan de andere kant van de map, joh. Ja. Hij vliegt gewoon naar zijn boot toe. Dat is een boot. Hé, hey, hier heb je helikopters. Dan gaan wij hier een helikopter pakken. Joop. Hier naar links. Joop. Okay, you can do this, man. Links. Ik weet het, maar mijn banden zijn lek. Ja, heel goed. Ja, pas op voor die mevrouw. Wat sorry, mevrouw. Politie. Wat doe je nou? Oh, oh my. Die boom. Ja, die zag jij niet, hè. Dat was een klein boompje. Hij valt ook niet echt op, die boom. Nou, dan hebben we weer politie naast ons. Ja. Gelukkig rij je die net zo goed als jij rijdt. Oké, okay, ik vlieg wel. Stop dan! Oh my. Nou, die politie moet eerst jongen. Ah, jongen. Schiet die politie. Schieten! Ik ben aan het schieten. Go, 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 go! Fly into the danger zone. Okay, let's go. The bounty hunters are coming for, weet ik veel. Fly into... Hey, er zijn er twee op die boot. Hey, de... Je hebt ook politie, precies. Springen of wat? Nee. Het is een Rus! Een Rus? Heeft de Russische vlag! Ah, dat is goed. Dan gaan we hier even kijken of we hier wat olie kunnen fixen. Hey, partner. Yo, partner, let's go. We're gonna kill him. Getting shot by the police, we don't care, we need to kill them. Yo, howdy, boys! Yo, Russian man! Waar is die? Hij loopt ergens voorop, denk ik, of niet? Ah, ik ben gedood door een met mijn minigun. Oh. Uh-oh. Ben je nog op de boot? Nee, ik ben op straat. Ik ben op strand. Oh. Ik wacht hem op. Alright. Ik heb echt spanning hier, hoor. Yo! Yo! Was niet mijn beste aim alle tijden, maar ik heb een kill. Ik hoor een minigun. Ja, dat ben ik. Ben jij? Oké, okay. Ik moet gaan. Jij okay. Moet gaan. Ja, ik moet gaan. Het is hier niet, zeg maar, dat ik denk van, oh, dit is leuk. Maak me lichtelijke zorgen, laat ik het gewoon zo zeggen. Stap in die kakboot! Ah! Dingley! Nou ja, hey, ik heb een kill gepakt, oké? Okay? Ik voelde me best even de bounty hunter. Het was alleen niet de bounty again. Wat de heck is dit dan? Ja, je kunt wel zien dat Rusland hier een bepaald iets is.
Het is... Ben jij hier ook? Waar ben jij? Ik ben op het strand. Oh, ik ben hier ook nu. Wat de hel is hier aan dan? Ja! Dit zijn echte Russen die gewoon... Ja, die zijn hier even gezellig op visite hoor. Zo. Yo, moet je nog een bukraket kopen? Oh, liever gratis. Er zijn er genoeg precies. Ja, gebukt is geschoten. Nou, dan ga ik maar eens even zo'n ding pakken en dan ga ik op die boot schieten. Kan je daarmee schieten met dat ding? Als het goed is wel, toch? Echt? Ik heb dat nooit gezien. Oké. Oh no, wie beukt mij? Press H. Ah, ik ben gesniped. Ja. We zitten te snipen inderdaad. Waarom doet hij het niet? Oh, schiet de bommen. Ja, ik zie het al. Ik heb hem ook gepakt, jongen, met mijn sniper. Nice. Die gozer boven ons vliegt ook. Aha. Nou snap ik hem. Kom op. Ik krijg hem niet aan de praat. Ik heb echt alles geprobeerd waar ik kom, maar dat slaat nergens. Ik denk dat omdat het niet onze voertuigen zijn ofzo. Bizar. Ik durf ook niet meer uit te stappen, want het is hier niet echt een pretje. Nou, het is zo gezellig. Ja, er loopt hier eentje. Die paarse guy. Hij loopt nu rondjes, hij loopt weer terug. Iedereen schiet op mijn prachtige bukraket. Ik heb me wel eens veiliger gevoeld. Ik kan niet first person kijken ook. Nou, ik denk dat ik toch maar eens uitstap. Ho, 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 ho. Kom op, get in, get in. Ah! Go! Oh. Yes. Oké, ik rij weg. Ah, joh! Die rijdt over mij. Wat is dit voor rare dude? Oké. Okay. Ga ik hierin? Kan ik nou schieten? Ik rij. Kun jij wat doen? Dat ik wat kan Press doen. Press H to enable. Ja? Ja! Oh ja! Oké, now we're talking! Now we're talking, man. Kutzo, ik ben dood. Hoppa! Hoppa! What about that, man? Ik ga ook er zo eentje pakken. Hoppa! Hoppa! Nee, ik pak er ook zo een. Oké. Volgens mij moet je met z'n tweeën zijn om zo'n ding te besturen. Ja. Dat wel. Komen die bommen wel aan bij hem? Ja, hè? Ik hoop. Helikopter staat er nog. Kijk of ik die kapot kan krijgen. Zo. Ja, helikopter is down. Ik hoop dat hij zich lekker voelt. In zijn schimmelige kakboot. Ah, dit is echt... Dit kan hij krijgen nu ook, hoor. We maken hem nu ook gewoon... Right. Zit jij daar nog? Ja, ik zit ook te schieten, jongen. Woo! Oh ja, nice! Oh, die gast die wordt bekogeld nu, jongen. Oh, die pot is weg. Ja, hij is hem gepeerd. Hij ligt daar dan in... Die is kapot, denk ik gewoon. Nee, dat kan niet. Die botten zijn nog nooit kapot gegaan. Dit hebben we goed gedaan. Oh, die guy leeft nog. Yo! Hoi.
komen allemaal raketten over mij heen. Maar waar zit die gast? Want die loopt hier nog wel. Die auto hier. Ah, ik kan hem niet pakken. Yo. Yo, dit ding is echt overpowered. Wel zo'n ding, ja. Hey, staat er nu daar een boot, ja. Die raketten komen best wel ver, hoor. Wat? Allemaal mis? Wou net zeggen. Nice. Dat ik nog steeds leef, snap ik niet. Yo. Ik heb de helikopter gepakt, jongen. Nice. Ja, ik zit ook wel alles slow wat ik zie. Goh. Nou, wat een kou. Hé, hey, joh, je killt me. Oh, ben jij nou geraakt? Oh. God, joh. Nu is mijn ding kapot. Oh, nice. Nou, veel cowboy is er niet meer aan, precies, hè. Kun jij nog even bij mij komen, dat jij de ding pakt? Ja, je hebt het ding kapot gemaakt van mij. Ja, ik heb er nog één. Als jij bij mij instapt, dan rijden we verder. En dan kunnen we misschien... Oh. Oh, oh, oh. Er komt een ding aan. Daar ben ik. Oh, je ziet al die politie hier. Komt het een vliegtuig? Holy shit. Wojo, dat ding kan niet kapot, joh. Oh. Yo, dat ding is sterk. Damn. What the heck, joh. Of is die down nu? Hij is gezonken, denk ik. Stap jij bij mij in? Ja, ik kom eraan. Kom maar aan met mijn fietsje. Yo, hij is in het water geland. Hij gaat gewoon weer het water in. Ah. Hé? Hij kan gewoon in het water en dan weer omhoog. Dat moet ook weer een modder zijn of zo. Nou, ik ga rijden met jouw ding. Ja, is goed. Oké, okay, nou. Wow, plop. 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 Oh, nou. Oh, mijn wielen, nee. Ja, echt. Je rijdt 1 meter en alles is alweer een stomp. Oh, nee. Ja, maar er werd ook heel de tijd op geschoten, hè? Ja, dag! Jij rijdt toch over die politieauto heen, man? Ja. Maar van nou, hier, het vuur is al weg. Ja, we hebben nog 1 band hier, jongens, dus komt goed. Ja! Oeps. Ja, nee, kan gebeuren. Oh. Je moet minder roken, denk ik. Ja, die achterkant zit in de fik, maakt me toch bepaalde zorgen. Oh ja. Oh, shit! Een nou, half jaar lang overleef ik echt alles. En jij rijdt in dat ding en binnen 2 tellen is het kapot. Hey, dat is kunnen, hè. Auw. Ja. Dat is echt niet leuk dit, hoor. Ik ben best wel geraakt. Oh, sorry. Maar, waar ben ik? Waar ben jij? Ja. Ja, weet ik veel. Hier zit een schans. Hey! Hey! Ah, joh! Hey, oh, oh! Ah, joh, hey, joh, hey! Waarom sla ik naar daar? Waarom sla ik niet tegen jou? Au, ik ben moe al. Au. Oh, oké, okay, ik ga mijn stamina van deze kerel, jongen. I'm bailing! Owens, op mijn voeten geland! Ah, waarom ben ik dom? Omdat ik gewoon veel handiger ben. Ik ben een freerunner. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Als je het leuk vond, doe een duimpje uit omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan. Volg me op Twitch, buy the merch. En binnenkort laat ik wel even mijn mening weten over de headset voor de mensen die er heel erg benieuwd naar zijn. Het is een PlayStation 4, 5 headset en PC. Dus let's go, ben benieuwd. Oh, ik ga nu dood. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk als je het leuk vond en het duimpje omhoog te doen. Als je merchandise wil, link daarvan staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Yo.